Die van Rossum, hè? Uit de staatsruif reten en al die linkse praatjes. Dat zouden ze doen. Het is een hartstikke leuk programma. Maar als ze die klootzak nou opruimen, dan wordt het nog leuker. Het van Rossum, kunt u mij horen? Ik ben wel eens benieuwd om een parallel te trekken met Tesla. Die leasecontracten die lopen er zo meteen af. En je ziet steeds meer elektrische Audi's, BMW's, uh, Mercedes'en. Ja. Of die bedrijven straks zeggen we gaan weer met Tesla in zee. Of we kiezen toch voor die gevestigde namen die het al jaren goed doen. Ik heb geen idee. Eh, op dit moment is het zo dat Tesla's, eh, dat weet iedereen, die zijn eh, op het punt van elektriciteit nog steeds superieur. Dat ze, ze gebruiken hun, hun elektriciteit efficiënter ja. dan de door jou eh, genoemde merken. Al beginnen die wel bij te komen langzaam. Gaan ze in Duitsland zelf kijken. Maar mag ik er toch aandacht voor vragen, niet waar? Dat ze zich totaal hebben laten verrassen door Tesla. He, iedereen zei van, denken we om elektrische auto's en zo, nou dat wist die Duitse industrie veel beter. Dat ging helemaal niet gebeuren enzovoort. He, dan heb je natuurlijk nog het probleem van de software. Ja, dat die Duitsers gewoon van die software. Ik geloof dat je nog steeds moet wachten in je Volkswagen. op, en op een, op een nieuwe, nieuwe input van de software. omdat het niet goed werkt. Dus de Duitsers hebben die boot toch wel ingrijpend gemist. Ze hebben ondertussen een snelvarend stoombootje gehuurd. om ook bij te komen. Maar toch. <laughs> Tesla's worden slordig geassembleerd. Dat weet ook iedereen. Daar kan er stukken van afvallen. Maar het is uiteindelijk, eh, ze bouwen in Berlijn een gigantisch productiebedrijf. Eh, met dat bos wat er om raakt ja, moest worden. Ik begreep dat ze in China een gigantisch productiebedrijf hebben. Nee, je kan zeggen, Tesla is een groot succes geworden. Ik wil er ook nog wel even bij zeggen dat ik de Tesla 3, eh, die, die grote Tesla's hadden een nog slechtere assemblagekwaliteit. Met die deur die ze de daar bovenop gaan. Ja, ja. ja, dat is helemaal een idioot ding. Oh, echt belachelijk een nutteloos, soort van, van apparatuur, vind ik. Maar de Tesla 3 is echt net precies het goede formaat. Een bijzonder elegante auto om te zien. Hij rijdt prettig. En nogmaals, de elektrische outillage van Tesla is nog steeds superieur aan wat andere fabrikanten op dit punt te bieden hebben. Behalve voor de Koreanen. Maar daar geldt weer hetzelfde. He, want we hebben allemaal geleerd, we zijn allemaal slachtoffers van. De beste auto's zijn Duitse auto's. Nee, dat is niet waar. De beste auto's zijn geen Duitse auto's. De beste auto's zijn Japanse en Koreaanse auto's. Maar dat vindt niet iedereen. Bij die bedrijven, de mensen die die keuzes maken, die vinden dat niet. Nee, als dat natuurlijk allemaal bejaarden zijn die die keuzes maken. Of mensen die kalkgesteld zijn in het bedrijf. Dat ze nog een beetje over de lease mogen gaan. Maar eh, nogmaals, eh, je kunt beter Koreaanse auto's. Ik heb ook niet zeven jaar garantie, als ik het ja. wel heb. En overigens moet er wel echt gewerkt worden aan het elektriciteitsnet, want ik was van de week in Heerlen. En uh, nou, dan moet je moeite doen om een laadpaal te vinden. Oh, nou hier in principe niet. Nee, hier, de randstad is aan nee, te veel. Maar ik, ik heb, maakte ik mijn avondwandeling en dat is wel eens een lege plek, maar na elf uur niet verder. Nee, het staat allemaal vol. Kijk, ik heb heel lang over dit probleem nagedacht omdat ik een nieuwe, nieuwe tweedehands auto wilde kopen. Dat heb ik tenslotte ook gedaan. En ik vind nog steeds natuurlijk, zolang, uh, zolang je dat gedoe met die palen hebt. dat het, je komt terug uit windschoten. en je moet hier nog een half uur rond gaan rijden. of je misschien een laadpaal kunt vinden. Nou, sorry hoor. Dat is heel lollig als je 31 bent. maar als je 87 bent, denk je je kunt daar pot op. Ja, en ik snap Vandaar ook wel, dat ik dus een hybride auto precies. heb gekocht. Ik snap ook wel die mensen. Die ook in Azië geassembleerd is. <laughs> ah, dat is. Weet. Maar die mensen die dus die, 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 die auto in die laadpaal zetten, en dan wordt het lampje op een gegeven moment groen. Dan weet je, hij is vol. Dat kunnen andere mensen ook zien. Maar ja, om 11 uur s'avonds ga je daar niet mee Nee, meer je gaat hem uit... niet ophalen. Nee, je gaat hem niet ergens Ik ook anders Ik heb begrepen dat er mensen zijn die met vakantie gaan. en zetten ze de auto bij de laadpaal. <laughs> dan staat hij <die> drie weken <laughs> ja, bij de laadpaal. Precies. Ja. Maar hebben ze nu wel hier in Utrecht ook dat je dan na 24 uur moet je dus een soort van bedrag betalen om daar ook te kunnen staan. Ja, extra. Dat is komisch. Dat is wel een primitief soort van egoïsme. Dat je dat in drie weken bij die laadpaal laat. Staan. Ja. Ik heb het alles eerder gedefinieerd. Zodra ik in drie minuten voor duizend kilometer elektriciteit kan tanken, dan sta ik, ben ik de eerste die vooraan staat om zo'n ding te kopen. Hmm. Word je wel eens door omroepen gebeld? Ja, ja toch? En, 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 de, en die ja. neem je allemaal op? Nou, kijk, die, die omroepen bellen. Het is niet zo: hallo. U spreekt met de AVRO, nee. <laughs> ja, hallo met Pietje Jan van Shownieuws? Ja, bijvoorbeeld. Shownieuws ben ik, heb ik nooit. Jawel, daar ben ik meerdere malen door gebeld. Elk jaar bij het begin van het slimste mensenseizoen belt Shownieuws. Of die andere club, hoe heet die? Boulevard. Boulevard, ja. Of niet toch een gesprekje, een quoteje. Ik heb hier volgens mij van voor, voor Boulevard nog iets gezegd. U hoeft helemaal niet te kijken, zoiets. Dat was een boodschap voor boze kijkers. Die van Rossum, hè, uit de staatsruif en al die linkse praatjes, dat, zouden ze, dat is een hartstikke leuk programma. Maar als ze die klootzak nou opruimen, dan wordt het nog leuker. Waarbij, ja, waarbij ik dan toch altijd denk van, kijkt u eens naar de kijkcijfers? Hè? En bovendien, wie dwingt u om daar naar te kijken? Nou ja, laten we het daar niet te lang over hebben. Uh, dus ja, je wordt regelmatig gebeld, maar altijd door een persoon. Piet van Kleef, Jan Jansen, weet ik veel. Het zijn allemaal 06-nummers. Ze bellen op hun eigen telefoon bij mij. Weet en je ik. neemt ze allemaal op. Ja, wat je, waarom zou je ze niet opnemen? Ja, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, als je een irritante journalist hebt. dat je die in je telefoon zet. denkt: die vond ik zo irritant, die neem ik niet meer op. Nee, ik, heb eigenlijk, nee, ik kan niet zeggen dat ik. Dat ik, ik heb je irritante journalisten. Mijn vrouw vindt ze soms irritant, omdat ze dan onbeleefd zijn en doorvragen. Maar ze zeggen ook wel eens, waarom is uw man er eigenlijk niet? Dat is ook het absolute toppunt natuurlijk. Wel eens op het thuisnummer. Ja. ja, ik heb ook natuurlijk nog, dat had ik natuurlijk niet moeten vertellen. Nee, maar goed, nee. Ik heb ook nog een normaal ouderwets nummer, waar je tegenwoordig praktisch gratis mee kunt bellen, bij mijn weten. Ja, nee, je neemt het gewoon op en als je, als je kunt, dan uh, kun je het doen. En soms heb je daar helemaal geen zin in, natuurlijk. Ja. Je bevalt het programma je niet. Of, of, nee, van, of de vraag die ze stellen. Van alles kan van alles zijn. Ja. Overigens, in dit kader, vergeten onderwerpen, hebben we een paar afleveringen geleden gedaan. En daar werd ook genoemd de telefooncel. Die moeten jullie ook een keer bespreken. Ja, een telefooncel. De groene PTT-cel. Het gekke is dat op de route van mijn avondwandeling. dat ik nog steeds weet waar de telefooncellen stonden. En altijd denk. Eh, ach jee, het waren toch hele leuke huisjes, hè, van die glazen huisjes. Groen, hè? Met al die half vernietigde telefoonboeken die erin hingen. Want er dat, dat was veel vernielzucht in. Er is veel vernielzucht onder de mensen. Ja, ze waren allemaal groen. En, en, en de... bovendien hier en nu, dat allemaal twee naast elkaar. Ja. Zodat je dus niet, niet eindig een lange rij bij de telefoon. Nee, waren er waren altijd twee naast elkaar. En dat was een blauwe telefoon met, met zo'n koordje. Ja, en was we zilver. hebben nogal een hele wonderlijke overgangsfase gehad. Waarbij die, die werden gesymboliseerd door een groene kikker. En dan kon je op bepaalde punten. waren dan een soort wifi-punten. En dan, daar, daar kon je dan mee bellen. En waarom gebruikte je dat toen? Ja, om die, te... die kikker heb ik nooit gebruikt, bij mijn weten. Nee, maar ik snap dat je. Wil ik mee... heb wel eens uit, uit een zelf, als je, als je ineens moet. Ik herinner mij, eerlijk gezegd, dat was nog een heel problematisch. Een andere storm. Ja, je weet dat in onze herinnering, die, die storm die we nu hebben gehad, erger is het nooit geweest. Maar die was een stuk erger, kan ik je zeggen. Dat was denk ik, nou ja, geen idee, 25 jaar geleden of zo. En ik kwam met de trein uit Rotterdam. En nou ja, was, ik durfde eigenlijk niet naar huis te gaan. Want dan moest je lopen en het busverkeer was gestopt, de taxis reden niet enzovoort. Ik ben tenslotte over gaan lopen. En heb bijna nog een hele grote boom om mijn hoofd. Nou ja, bijna. Een beetje een sprookjes. je moet de dingen een beetje opzien. Maar ja, ik kwam wel mijn vrouw bij om te zeggen dat ik nog leefde. Want de trein had langdurig stilgestaan ergens. Nou ja, ik kan me zeggen. ter hoogte van, van Bodegraaf of zoiets dergelijks. En daar stond voor die telefooncellen in, het, in, het, in die hal van het station. Er stond echt een rij van dertig mensen. Toen ben ik gaan lopen. Ja wil ja. me zeggen, ja, dan wil je op dat moment wil je graag gebruik maken van de telefooncel. En had je dan wel een boekje bij je met de nummers? Nee, want je kende alle nummers uit je hoofd. Ja. Toch niet Tot, allemaal. Daar heb ik het laatst over gehad. Alle nummers van mijn familieleden: moeder, broers, zusters. Uh, mijn eigen telefoonnummer natuurlijk, dat kende ik allemaal uit mijn hoofd. Ik heb de meeste kennissen die ik regelmatig belden. En dat is even een nadele van de huidige situatie: dat dat ding onthoudt het voor jou. Ja. Ik heb zo'n enorme lijst, ja. waar ook, langzamerhand ook allemaal doden in staan. Hè? Dus dan moet je ook, dan vind ik dat weer, het heeft iets. Laat je die erin staan? Nee eigenlijk niet, ik het, maar dan ben ik ook weer de lui om ze eruit te halen. Ja. En ik vind het eruit halen lastiger dan het erin zetten. Ja, maar ik denk dat die, die precies, maar dat die, die nummers gaan op een gegeven moment naar iemand anders weer toe, denk ik. Is dat zo? Denk ik wel. Ik heb geen flauw idee, volgens mij is het een vrij grote voorraad nummers. Maar goed, die, die telefooncellen hebben we niet meer. En dat geldt ook voor die palen, die gele palen langs de weg van de AWB. Die heb je ja, niet meer. Ja, dat was ook heel wat, ja. Maar goed, dat is allemaal natuurlijk door de, door de mobiele telefoon is dit allemaal uh, opgeruimd. Ja. ja. Denk aan mij in Amerika. Je, maar dan belde je, als je dus in zo'n motel was. Je had ook op die kamers toen niet een eigen telefoon. Nee? Nee, natuurlijk niet, want dan gaan de mensen eindeloos gratis bellen. We hadden nog eens een tijdelijke kracht op het Instituut voor Geschiedenis. En die bleek, Ja, je kon daar. Volgens mij kon je ook toen nog uh, gewoon naar buiten bellen. Dus niet alleen met de, met de medewerkers in het Instituut of de Universiteit. Je kon ook naar buiten bellen. En die man, het was een wat oudere man, bij mijn weten, die, die had een bleek eigenlijk elke dag lang duur met Peking getelefoneerd te, te hebben. Dus die hadden enorme, enorme rekeningen opgebouwd. Voor <laughs> qua geesten. Ja. Je wilde nog iets over Indonesië zeggen, over het onderzoek. Ja, kijk, dit onderzoek dat is door de overheid geantameerd. En dat leidt nu tot een overheidsstandpunt waarbij ook de Nederlandse overheid namens de Nederlandse natie zijn excuses maakt over datgene wat daartoe gebeurd is. Wat inderdaad diep treurig was. Zei het dat alle Europese koloniale mogendheden niet waar dit, dit pijnlijke proces hebben doorgemaakt, dat ze zich aanvankelijk niet neer wilden leggen bij de nationalistische gevoelens in hun koloniën. Denk aan de Fransen in Indochina, denk aan de Fransen in Algerije, denk aan Ameri sorry, de Engelsen in, in, hoe heet het, in Malacca, denk aan de Engelsen in Kenia, allemaal dezelfde patronen met. met uh, ontsporing van geweld. En als je dat even opzoekt op de Wikipedia zul je lezen dat ontsporing van geweld een boek van twee Nederlandse sociologen dateert van 1970. En dat is wat mij een beetje steekt in ook al die commentaren in die kranten alsof we dat nu voor het eerst horen. Nooit iets van vernomen nu. Wat een schande, ongelooflijk. Nee, al, 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 is, iedereen die, die zich daar ooit tien minuten mee bezig heeft gehouden, weet hoe erg het was met Westerling en zo. Iedereen wist van Westerling. We hebben die Huting op tv gehad in de jaren zestig. Dat was al een drama. Dus ik vind dat rare idee dat het iets nieuws is. Dat, dat, dat is het niet. Dat geldt ook voor de slavernij. Daar is ook in het verleden het, is daar heel behoorlijk aandacht aan besteed. Ja. Maar omdat de media dat, dat rare systeem hebben dat ze geen geheugen hebben, zoals je weet, hè? media die hebben, die trekken het door de tijd zonder geheugen. Dus overal waar iets gebeurt, een vulkaan barst uit, een vulkaan. Zo, is dat echt oh, ja. op, op, op die eilanden, nou, daar wisten we niets Zo is bij de media is altijd alles iets nieuws, maar dat is niet zo. De meeste dingen die. Uh, dit wisten we allemaal. Dus je moet het zo doen om het te verkopen aan de ja, publiek? Ja, dat zal het zijn. Maar goed, dit, dit, dit is dus door de overheid geëikt, gewaarmerkt onderzoek. Waardoor de overheid nu, in, het, in de persoon van Rutte, zijn excuses heeft aangeboden. Wat ik persoonlijk ook de grootste mogelijke flauwekul vind. Je moet die excuses niet aanbieden voor iets wat je, waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent. Hij had wel kunnen zeggen dat het betreurenswaardig is, en, maar dat het dat ook weer, ja, het, 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 moet, het, het is een onderdeel van een groter historisch perspectief. En ja, maar hij is verantwoordelijk, hè? politiek gezien, ook voor wat in het verleden gebeurd is. Oh, dat geloof, ik, dat geloof ik niet. Dat lijkt me onzin. Dat zeggen ze toch iedere keer? Ook ministers zijn ook van. Kuipers is nu verantwoordelijk voor, ook voor wat er gebeurt. Ja, voor zijn voorganger dat is hij verantwoordelijk. Ja, ook wat daarvoor is, ook wat onder Elf Maar Kuipers is niet verantwoordelijk voor wat er in, in de jaren twintig is misgegaan. Nee, nee niet, niet persoonlijk, maar dat zeggen ze toch iedere keer weer? Dat ja. Is, maar dit. Ik, nee, ik vind dat excuses aanbieden. het heeft ook iets lams. Ja. He, dat je, ja, wat, wat is er makkelijk om te zeggen? Echt, dit spijt ons zo verschrikkelijk, hè. Als wij het zelf waren geweest, hadden we het niet gedaan, natuurlijk, dat is ook een beetje. Het laat altijd zien dat het raamwerk van de gebeurtenissen totaal anders is dan het raamwerk nu. Ja. Overigens, in Indonesië had ik het idee die leefden het helemaal niet. Die waren met hele andere dingen bezig. Die hebben sinds dit hele verhaal heel veel andere trauma's weer meegemaakt. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet precies. Dus de... Gewoon in Indonesië natuurlijk zo compleet veranderd. Ik geloof dat de ja. bevolking. Vrijvoudig is of zoiets. Ja, maar ze hebben in Nederland. Ze, ze, doen het, ze, ze zijn in potentie, zijn ze toch een. Uh, nou, een slapende reus, toch? Ja, dan moeten ze wel de economie iets meer op orde zien te krijgen, natuurlijk. Maar ze hebben ontzaglijke mogelijkheden. Ja, want. Waar ze, ze, zitten ze nu op qua bevolking? 200 miljoen ja, of ja, zo. Ja, ja. Nou ja, daar kun je wat mee. Nog even één ding Als je hier dat allemaal is... hoogscholt en je laat ze nuttige dingen doen, dan. Uh, ja. Dat is een topeconomie. Ik wil ja. maar even, even terug naar Poetin en Rusland. Dat zijn 130 miljoen inwoners in die zeven dennenbomen. Ja, die kunnen wel weer heel veel kinderen maken. Dat doen ze dus helemaal niet, omdat ze hele andere activiteiten ontplooien. <laughs> Vooral die mannen. Ja. Oké, hey, nog even de brief uit Hongkong. Um, dat is een luisteraar die graag anoniem wil blijven. Je hebt hem ook gelezen. Die, ze zegt: Dank voor het vrije wil Oord uit Nederland. Ze heeft veel geleerd, onder andere van de auto's. En zij beschrijft eigenlijk wat er daar gebeurt hè, in Hongkong. En wat opvallend ja, het is. Het is nogal somber. Ja. Zij beschrijft dat al die Hongkongers eigenlijk zwijgend in de metro zitten. En zwijgend rondlopen. En allemaal zwarte kleding, rare als. Signaal van protest. Sinds 2020 dat ja, dat. Ik kan ook niet alles zeggen dat, dat ik de behandeling van Hongkong een werkelijk een ongelofelijke rotstreek vind van het Chinese regime. Ja. Wat ik ook niet deugd, laat eerlijk zijn. Eh, eh, vooral ook omdat het volledig in strijd is met een akkoord wat ze met de Engelsen hebben gesloten toen ze eh, Hongkong weer teruggekregen hebben van de Engelsen. Ja. Eh, Hongkong was een, uh, iets voor, een eilandje voor de kust, wat door de Engelsen gepacht is in de. 19e eeuw tot, 8, tot 1999. En toen is het teruggegeven aan de Chinezen. En dan, toen is er een, een overeenkomst getekend waar de Chinezen zich totaal niet aan houden. Mm. Over democratie en daar gaan ze ja, want volgens de protestanten is het ook zo dat in 2048 eigenlijk uh, dat, dat pas in. Dat, dat ja, dat deugt gewoon niks van. Nee. Maar zij, zij schrijft dus heel duidelijk: sinds dat in juni 2020 die Nationale Veiligheidswet is ingevoerd in Hongkong, is het helemaal veranderd. Het is stil in de metro. Ja, Mensen, durven Mensen durven wat, niets wat meer te zeggen. De, oh, is het een zij? Het is een zij, ja. Oké. Okay. Kijk, ik had weer mijn zeven vinkjes. Ergens ja, had ik weer gedacht: het is van... Nee, 8, het was een zij. Nee. Goed zo, het is een zij. De zeven vinkjes ongetwijfeld. Ja, oh ja dan je, je kunt als zij geen zeven vinken. In die zin, denk ik nu ineens, zijn die zeven vinken ook enorm discriminerend. Hoor. Op zich wel, ja. Nu we er ja, eens over nadenken. Ja, als vrouw zit je altijd met zes vinkjes. Ja. Hoe je best ook doet, je zit als vrouw altijd met zes vinkjes. Ja, je kunt ook het gymnasium hebben gedaan, Ja, ze zegt dat wel. Ja. Ah, maar wat ik wel inderdaad, en dat zwarte moeten we misschien even uitleggen. Want eerst was het dus zo dat mensen nog konden demonstreren, maar je wordt nu meteen in de bak gegooid. Hè? Ja. En dus is er een soort van stil protest is er ontstaan. Dat iedereen zwarte kleding, dus echt alles zwart. Wat, jij, wat jou betreft, zei Ja, ik, ik, ik zou ook in China onmiddellijk aangehouden worden. Ja, ik heb maar, niet de geringste behoefte om China te bezoeken. En zij omschrijft een situatie in de metro: dat dat dus. Jonge mensen, die dus ook zwart gekleed zijn door de politie, worden aangesproken. Die moeten hun ID-kaart laten zien. Dat ID-nummer wordt ook opgeschreven. Zij draait zich om en heeft nog e oogcontact met een ja. van de jongens. En zij knipoogt of zij knikt. En die politie zegt: Doorlopen, mevrouw, want uh, ja, het is een soort van schrikbewind schrijfbaar. Als je nou weet wat een essentiële rol Hongkong gespeeld heeft in het opstarten van die Chinese succes-economie, dan is het eigenlijk een extra lullige rotstreek. Ja. Ik, aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat dit hele Xi Jinping-beleid niet waar is. Dat dit voortdurend aantrekken van de dictatoriale broekriem, dat dat heel onverstandig is. Hm. Die, die jongeren zijn trouwens niet opgepakt, want de politie. Ja, kan ze hadden ze er niet, niks gedaan, toch? Nee, ze hadden niks gedaan, maar ze willen dus wel een schrikbewind in ieder geval voeren om die jongeren ja. te laten zien. Van, hey, als je met intimidatie. Het, intimidatie, precies. Ja, als je dit leest, kijk, wij, wij, wij horen in dit nieuws, maar als je zo'n brief krijgt, dan denk je, ja, dit is, deze mevrouw ziet het iedere dag. Die maakt dat dagelijks mee. Ja, het is diep teuren. Nou, ja, nieuwe vorm van protest. Dus, zwarte kleding in Hongkong. Al die linkse praatjes.